Broski, welkom of welkom terug bij de FIFA 22 Ajax Career Mode. Mijn naam is DwaNeStaR en dit is aflevering nummer 7. Baby, it's whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Jouw naam zeggen. Gaïd? Gaïd Joa? Gaïd Joa. Laat me even weten of ik het goed heb gezegd. Wanneer gaat het jeugdtalent, ik denk dat je dat wel zeggen toch? Jeugdtalent Santos zijn debuutwedstrijd in het eerste krijgen. David Santos is sowieso pas 15 jaar oud, dus we moeten sowieso wachten tot hij speelgerechtig is. Plus hij is pas een 60 algemeen, dus het kan zijn dat we hem eerst gaan uitlenen. Maar zijn potentie is tussen de 91 en 94. Hij gaat sowieso goede speler worden, maar ja, zoals ik al zei, 60 algemeen is te laag. Dus ik denk, zodra wij hem kunnen uitlenen, gaan we hem uitlenen. En ik hoop dat wij hem kunnen uitlenen aan een eredivisieclub. Want dan kunnen wij hem natuurlijk in actie zien wanneer we tegen die club gaan spelen. Dus ja, dat is eigenlijk wat het is. Ronde 68 algemeen. Dan kunnen wij een debuut verwachten van David Santos. Maar eerder niet, want nee man. Rick Sarton. Het gaat niet goed met Ajax in de eredivisie. Hoe ga je dat verbeteren? Pijnlijk maar waar, we doen het niet goed in de eredivisie. En in januari hebben wij een paar spelers erbij, maar we moeten gaan doorontwikkelen. We moeten gaan kijken welke spelers op welke positie het beste uit de verf komen. Jeugdtalenten, hopelijk. Want kijk, Santos is pas een 60 algemeen. Ik hoop dat we een jeugdspeler kunnen scouten die ronde 68 algemeen is, want dan gaat het een stuk sneller. En we kijken natuurlijk naar spelers die we kunnen kopen of lenen. We moeten trouwens ook gaan kijken naar topploegen, welke spelers we daarvan kunnen lenen. Maar ja, weet je, we hebben dus nu te weinig geld volgens mij. We kunnen misschien wel lenen, maar transferperiode is pas in januari en we zitten volgens mij nog niet eens in de buurt. Volgens mij oktober of zo, ik weet niet. In ieder geval, het is nog geen tijd, maar mijn vraag is dan aan jullie. Kunnen jullie kijken bij topploegen en dan talenten, zeg maar. Dus ronde 77, 78 algemeen. Of misschien veteranen die niet meer aan spelen toekomen. Dus laat me het weten als jullie ideeën hebben. Reageer onderaan deze video. De laatste vraag is van Roan1711. Wat ga je verder doen met de jeugd? En wat ga je doen met de jonge spelers van Ajax? En wat wil je ermee bereiken? Dat zijn drie vragen, bro. Nou, heel simpel. De jeugd ga ik doorontwikkelen. Jonge spelers met een redelijk goed algemeen krijgen sowieso de kans. En als ze niet presteren, worden ze uitgeleend. En wat ik wil bereiken is natuurlijk simpel. Het eerste elftal halen van Ajax. Broskies, kunnen wij ook in deze aflevering rond de 150 likes bereiken? Dat zou gruwelijk zijn. Ben je aan het kijken en ben je nieuw, maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Als je deze serie wil blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een belletje. Nee, ik bedoel, dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ik heb het al verpest. We gaan. Schema voor deze aflevering. We gaan even kijken, want we hebben volgens mij een paar... Ja, we hebben de wedstrijd tegen AZ. We hebben de wedstrijd tegen Feyenoord. PEC Zwolle, Fortuna Sittard. Zit ik niet op te wachten, die gaan we simuleren. Dan zitten wij in de maand januari. Nee, we moeten dus wel, want ik wil wel 3 wedstrijden spelen. De volgende maand... We zitten dus wel in de... Nu voel ik een klein beetje paniek. Want ik wil natuurlijk wel spelers lenen. En ik heb nog geen enkel lijstje. Ik ga zelf ook kijken. Maar nogmaals, laat me weten of jullie ideeën hebben. Oké, correctie. AZ gaan we... even kijken. AZ is thuis. Feyenoord is uit. Ik wil nog een thuiswedstrijd. Ja. PEC Zwolle dan. Sowieso. Maar ja, dus we hebben meteen de wedstrijd tegen AZ. Wat is dit? Wie is geschorst ook alweer? Oh ja, Per Schuurs. Per direct. Taylor scoort zijn eerste doelpunt van het seizoen. En het was een hele belangrijke. Gewoon de winnende tegen Borussia Dortmund. Wauw. De eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen AZ. De tweede wedstrijd, bedoel ik, ja, de tweede wedstrijd is tegen PEC. Die gaan we met de tweede elftal moeten spelen. Ja, dat is wel een leuke, want PEC is natuurlijk niet heel goed. Maar ja, wij hebben met de tweede elftal gewonnen van Borussia. Kom op. Ik weet niet hoe we het hebben gepresteerd, maar we hebben het gepresteerd. De volgende wedstrijd is tegen AZ. AZ doet het niet goed, want ik zie ze niet eens in de top 6. AZ staat op plek 8 met 21. Wij hebben maar liefst 9 punten meer. Ja, oké, maar ja, weet je, ze zijn Bordeaux kwijt, Coleman is kwijt, Stenks sowieso ook kwijt. Dus dat is al heel veel. Dat zijn de beste spelers van AZ vorig seizoen. AZ is een mooie wedstrijd. Maar ja, Boadu, Stengs, Koopmeiners, weg. Dit is de stand. Wij staan op 3, AZ op 8. AZ heeft natuurlijk nog wel kwaliteit, maar ja, zoals ik al zei, eerder al, niet voldoende. Maar ja, ik ga, nee, dat ga ik niet doen. Best verdedigende team, we staan op 1. NEC staat op 2. NEC doet het in het echt wel goed hoor. Dat is Timber, samen met Mazraoui. Dat is natuurlijk Gorter. Trouwens, eventjes serieus. Gorter tegen Borussia Dortmund. Hou eens op man. Hoeveel reddingen hij wel niet heeft gemaakt. Dat is gewoon niet normaal. Sowieso is hij, was hij de beste speler. Mijn stoel kraakt, sorry. Als jullie rare geluiden horen, het is niet omdat ik weet het. Hoor. Oké, we gaan even kijken naar de opstelling van beide ploegen. Maar volgens mij die van ons is al bekend hè. Hier gaan we niet heen. AZ heeft Jensen op doel, Witry, Letchert, Hatsidiakos, Wijndal. Wijndal hebben ze natuurlijk nog. Michu, Tabouni, De Wit, Abuglau, Pavlidis en Carlson. Wij hebben gewoon dezelfde 11. Let's go. Antony. Ja. Hatsidiakos. Dat is... Maar ik dacht dat Antony... Oh! Oké. Tadic op Haller. We hebben het eerder gezien. Afleiding graag. Wie gaat naar voren? Verkeerde knop. Dat is de verkeerde knop. Ah. Antony. Met zijn linker. Jammer. Hier hebben we Graafmerk. Buitenspel van Haller. Buiten. Dat was zo onnodig Haller. Haller is heel slecht daarin, hè. Oh, die moet voor ons zijn. Mazraoui. Mazraoui gaat. Ik weet niet waarom hij hem niet meteen geeft op Mazraoui. Gravenberg, geblokt. Tadic. Tadic! 1-0! Oh! Ik was hem gewoon aan het vieren gewoon hè. Tadic, zulke ballen mag je eigenlijk niet missen hè. Maar goed. Je bent de aanvoerder. We vergeven je. Carlsen hier aan de bal. Oké, we wachten. Wisselen van mannetje is... Blijft een dingetje. Hé, hij gaat hem maken ook nog. Wat? Gorter! Goeie aanval van AZ. Ik was helemaal kapot daar. De hele verdediging was kapot. Maar kijk die redding van Gorter. Hij laat wel bepaalde kwaliteiten zien, hè. Hij laat echt wel bepaalde kwaliteiten zien. Gorter is wel echt gruwelijk bezig. We hebben wat ruimte. Ik zag Martinez wel gaan, maar... Zoveel risico gaan we niet nemen. Scheidsrechter, ga aan de kant. Wat doe je? Antony! Was ook niet eens buitenspel. Ja, daar heb je weer, hebben we weer een grote misser. Met zijn verkeerde been. Misschien... Ja, maar dat is ook een dingetje. Misschien moeten we daar gewoon dan een rechtspoot zetten. Misschien was het dan wel een doelpunt. Oh, we hebben wel een paar kansen gehad. Maar ook AZ heeft gewoon minimaal 2 kansen gehad. En dat waren hele grote kansen. Het staat nog steeds 0-0. Ik weet niet zo goed wat ik moet vinden van die eerste helft. We hebben Haller eigenlijk nog niet echt gezien. Tadic gaat eraf trouwens. Nee, ik ben er wel klaar. Nee, sorry dat ik het zeg, maar nee. Neres. Ik ga dat gewoon doen. Een keertje Neres. En dan gaat Darami. Ik heb Antony ook. Wacht even. Waar is Darami? Daar. Kudus gaat erin komen voor Alvarez. En dan doen we dit. En dan is alles weer goed. Oké. Ik wil even wat anders proberen. 3 dubbele wissel aan de kant van Ajax. Gaat eraan komen. Mitje ondertussen. We hebben... Fikker. Dat is goed. Maar hij moest eigenlijk... Ja! Doelpunt! Nee! Geen doelpunt! Dat was je kans, Haller. Je krijgt nog een kans, Haller. Antony gaat ruimte creëren voor zichzelf. Mooie actie. En dan... Ja, dat verdiende meer. Antony, je gaat er ook meteen af volgens mij, hè? Ja, ja. Neres en Darami op de flank. Samen met Kudus op het middenveld. Daar zijn de wissels, als dat goed is wel. Hier zijn ze. Nog steeds 0-0. 5 punten verschil met de nummer 1. Volgens mij is dat Feyenoord, toch? Volgens mij wel. We moeten... Ja, oké, weet je, het is wel AZ. En ik weet, het zijn wel drie... Hun drie beste spelers kwijt, maar ja. Oh. Nee hoor, Haller die wint echt niks. Ik kan niet wachten tot we gewoon echt een, minimaal een backup hebben voor Haller. Danilo heeft me ook niet echt laten zien dat hij onder druk kan spelen. Dat was te gemakkelijk, vind ik. Volgende kans voor AZ is weer een hele gevaarlijke. Wij komen niet in de buurt echt van de keeper. Oké. Weet je, ik vind Klaassen, die positie van Klaassen is gewoon... Beste bussendeurs, denkt u er bij het verlaten van het stadion aan dat u de bordjes volgt en zich niet op het veld begeeft. Daar is Darami! Ha, we hebben dat geluk... Kudus, jij met je linkerbeen. Gaat geblokt worden. En een hands. We hebben een vrije trap. Kan dit... Penalty! Hebben we nog penalty? Hebben we nog penalty? We gaan hem missen. Nee, dat is geen penalty. Dat is... Wat? Nee, dat is geen penalty. Dat is een vrije trap. Want hij deed een streepje. Van, dat is voor een vrije trap. Daar is... Ja, oké. Graafmiddag. Wissels aan de kant van... We hebben niet heel veel tijd meer. Oost komt erin. Pavlidis gaat eraf. We hebben niet veel tijd meer. Dit is een van onze laatste kansen van de wedstrijd. Het is niet eens iets. Gewoon, we hebben een vrije trappenspecialist nodig. Daar kan ik niet eens trots op zijn. Dat was echt slecht. Al die spanning opgebouwd voor niks. Oké. Hoppa, van de bal. Timber. Nee, nee. Hé, met z'n tweeën. Dat is raar. Dat is echt raar. Dat is echt raar. Nee, man. Dat is echt heel raar. Met z'n tweeën en ze gingen allebei niet voor een sprint. Oost geblesseerd. Darami. Hopelijk iemand... Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nou, nu komt AZ. En als het goed is... Daar is het doel! Oh, wat een aanval! Wat een aanval! Wat een aanval! Dit is echt een... Wauw, een counter waar je u tegen zegt, oké? Waar je u tegen zegt! Oh, wat een counter. Darami! Ik dacht Klaassen gaat het weer verpesten, maar hij had niemand om zich heen. En met de volley, met zijn verkeerde been. En ik had juist nu Darami op rechts... Neres op links, zodat ik gewoon met misschien en dan alsnog met de verkeerde been. We hebben gewonnen. Wauw. Even snel kijken naar de feiten van de wedstrijd, want ik wil even kijken. 62% balbezit, 11 keer geschoten. Deze hebben we sowieso verdiend. Volgende wedstrijd, ronde nummer 2 van de Oranjebeker. Dit is het perfecte moment voor de wisselspelers. Labiat, je bent een wisselspeler. Wat zeg je? Oké, probeer wat. Wacht even. Je wilt elke week spelen, hè? Wat is dat? Ik neem hier de beslissingen en... Moreel gaat naar beneden. Oeh, jullie hebben me in de val ge... Oeh, maakt niet eens uit. Ik neem hier de beslissingen, is gewoon waar. Volgende wedstrijd met de tweede elftal. Labiatje speelt. Waarom ben je dan... Je conditie is ook meteen naar beneden, terwijl je... Oké, maar je gaat... Kan je wel spelen? Labiat kan niet eens spelen. Waarom klaag je? Je bent niet eens fit. Misschien komt dat door zijn... Oké, wacht. Jensen gaat voor het eerst spelen dan. Dat is wel leuk. Maar wie nog meer? Voor de rest niemand, hè? Nee, ik moet voor de zekerheid toch wel een paar toppers meenemen. Dit is de wedstrijd. Dit is de wedstrijd. Ronde nummer 2 van de KVB-beker. Ja, oké. We spelen met de tweede elftal, maar dit hoort geen probleem te zijn. Trouwens, Pek Zwolle. Er is een grote kans dat wij PEC Zwolle volgend seizoen niet in de Eredivisie gaan zien, dus niet in FIFA 23. Pijnlijk, maar ja, ze hebben nog genoeg wedstrijden om er bovenop te komen, maar ze doen het heel slecht. Dus daar is er gewoon echt iets gruwelijk fout. We gaan kijken naar de 11 voor Ajax. Op de bank Darami? Nee, dat is wel goed. Ja, oké. Gorter, Kleiber, Schuurs, Blind, Rens, Kudus, Taylor, Berghuis, Neres, Jensen, Danilo. Dit zijn de 11. Even kijken, van wie verwacht ik iets? Sowieso van Neres en Berghuis. Van Kudus ook. Rens ook. Schuurs ook. Gorter doet het goed. Die eerste wedstrijd of die tweede wedstrijd had hij een gruwelijke fout gemaakt. Jullie waren er zelf bij, maar hij herstelt zich als een kampioen. Dit zijn de 11 voor PEC Zwolle. Wermskerken, Van Polen de aanvoerder natuurlijk. Strieder, Zaymak, Huiberts, Atzik, Tadic en Castaneer. Oké. Clement op de bank is volgens mij ex-Ajax, hè? En Lamproe ook. We gaan beginnen. De rest. Doe wat je moet doen. Kleiber gaat hem... Nee, even niet. Ik weet niet eens wat ik moet... Ik weet niet hoe ik moet reageren. Wat een doelpunt van Berghuis. Doelpunt van het seizoen. Die actie is typisch Berghuis. Naar binnen kappen, maar... Wauw, Berghuis met het mooiste doelpunt. In FIFA 22 tot nu toe, sowieso. En met Barella heb ik ook een hele mooie gemaakt. Zag er wel ongeveer hetzelfde uit, dus die twee. We hebben het over Zwolle. Ik weet niet wat ik nu meemaak, maar... Waarschijnlijk willen ze een doelpunt maken aan het einde, natuurlijk, van... Jullie switchen weer verkeerd. Ik heb gewoon gelijk, ze wouden gewoon dat doelpunt. Nee, maar ja, tweede helft dan natuurlijk, hè. Maar we gaan misschien een paar... Misschien de grote man in het veld. Tweede helft, want dit kan natuurlijk niet. Maar ik kreeg gewoon niet meer de kans om bij de bal te komen. Dit is niet de fout van Gorter. En dat is de eerste helft. Ja, ze hebben gewoon een gelijkmaker. En als je gaat kijken naar de statistieken van de eerste helft, ja, dan zou je meteen denken van, hoezo? Want kijk, wij hebben... Oh, wacht even. Wij hebben maar 2 keer geschoten. Hun maar 1... Ja, 1 keer meteen raken. Ja, oké. Maar ja, wij hebben ook niet heel veel kansen gecreëerd. Ik dacht dat we... Wauw! Danilo. Dat moet hem sowieso worden. Wat een begin van de tweede helft. Danilo. Dat zijn 2 Brazilianen. Neres en Danilo. Danilo krijgt wel de kans natuurlijk, want we hebben geen andere spits. Ja, we hebben wel nu een talent, maar die is nog niet... hoe heet ook alweer? Jan-Pieter, toch? Jan-Pieter van Lid... Ja, maar in ieder geval Jan-Pieter. Maar die paas van Neres is cruciaal. En Danilo maakt het wel heel goed af. We staan weer voor met 2-1. Nee! Gelijkmaker. Misschien had ik een slijding moeten... Maar waarom... Hij staat gewoon open. Kudus. Bijna de bal kwijt. Kudus, dat is een hele foute paas van jou, hè. Daar is Danilo. Daar is de... Oh, oké. Ik weet voldoende, Danilo. Je wilt niet meer. Daar is in de spits. Kudus, Alvarez, Kleiber. Hebben we keus? Nee, we hebben geen keus. Dat was je kans. Danilo, man. Dit is de reden waarom ik eigenlijk verder aan het kijken ben voor een spits achter Haller. Want dat schot was echt slecht. Tadic gaat in de spits. We hebben nog 10 minuten te gaan. Ik weet niet hoe Pek het heeft gedaan, maar ja. Tadic! Wat? Nee, man. Serieus, man. Tadic is een linkspoot. En ze gaan precies... Danilo schoot precies hetzelfde. Geen buitenspel. Ik zat te wachten. En hij blijft binnen. Nou, zag je die paas op Tadic? Maar zag je hoe slecht die paas op Tadic was? De rest verpest. Het zou toch niet waar zijn, hè? Ja, ik weet niet hoe ze het doen, maar ze komen er weer doorheen. En het is weer op doel. Ik heb net met Tadic gemist, met Danilo. Bijna niet te missen kansen. Gorter. Blind die bleef hangen tegen de paal. Blind bleef hangen. Wat is dit voor einde? Oké, verlenging. Tegen PEC Zwolle. Waar gaat het over? Die kansen die we hebben gemist. Als jullie dit... We moesten wel met de tweede elftal, hè? Dus ja. Maar wie is die... Penalties. Nou, dan gaan we dan. Penalties. Ik heb er echt alles aan gedaan, maar het is gewoon niks geworden. Eerste is voor Ajax. Oké. Gorter, laat zien wat je kan. Penalty killer. Gorter, recht. Ga je echt recht vooruit van Polen? Ik ga het niet ook doen. Misschien wel. Volgende gaat er ook in. Oké. Koolwijk. Daar is Gorter! Hebben we geluk? Oké, hier hebben we Neres. Waarom deed ik dat? Waarom? Ah, jammer. Ik weet dat hij hem gaat tegen... Nee, hij gaat hem sowieso tegenhouden. Oké, kunnen... Gorter, als je deze pakt, dan zijn we sowieso klaar. Als je deze pakt, zijn we sowieso... Kom op. We gaan door naar de volgende ronde. We hebben het over ronde nummer 2 tegen PEC Zwolle. Wel met de tweede elftal. Maar dit is waar die speler van Newcastle het over had. Ik ben sneller dan iedereen. Wat een gekke wedstrijd. Wauw. Gewoon penalties tegen PEC. Maar ja, we zijn door. En Gorter heeft het gewoon echt goed gedaan. Weer. Labiat, weet je wat het is? Jij hebt geen conditie. Ik weet niet waarom. Wacht even. Nee. Het ligt nu in jouw handen, sowieso. De laatste wedstrijd van deze aflevering is de klassieker. Kans dat 3 spelers... Wacht even, ben ik vergeten om dat te checken? Mazraoui? Stekelenburg? Gaan we hem gewoon laten gaan? Mazraoui, waar ben je? 82... Zoveel spelers met een 80 plus, hè? Verlenging. Delegeren. 3 jaar erbij. We gaan akkoord. Stekelenburg... Zijn statistieken min 4. Hebben we de... Ik weet hij... Ja, misschien... Ja, oké, ik ga het wel doen. 0 jaar. Afkoopclausule. We doen het gewoon. Labiat wil ik eigenlijk ook verlengen, want ik wil hem gewoon verkopen dan. We kunnen nog wel wat geld aan hem verdienen. Verlenging delegeren. 1 jaar erbij. Wauw, oké, hij is niet echt tevreden. Oké. Maar. Het is tijd voor de klassieker. De mooiste wedstrijd op de Nederlandse velden. Feyenoord Ajax. En we gaan naar Rotterdam. Oh, dat kan een lastige wedstrijd worden. En nog iets, hè. We gaan het opnemen tegen de nummer 1. Het verschil met Feyenoord is 5 punten. Als wij kunnen winnen, is het verschil 2 punten. Het regent in de Kuip. Laatste wedstrijd. Die spelen met onze sterkste 11 tegen Feyenoord. Wij hebben natuurlijk Berghuis overgenomen. Misschien had ik Berghuis moeten starten alleen maar om ze te stangen. Had ik gewoon moeten doen, hè. Ze hebben wel een paar goede spelers, hoor. Geert Ruida, Malassia. Een paar echt goede talenten. Natuurlijk ook de keeper. Waarvan ik... Bijlo, ja, Bijlo. Ik vergeet altijd zijn naam. Dat zijn echt een paar goede talenten. Wat kunnen wij tegen de nummer 1 van de eredivisie op dit moment? Feyenoord, Rotterdam. We gaan kijken. De 11 voor Feyenoord. Bijlo, Geertruida, Trauner, Senesi, Malassia, Torenstra, Kuksu, Til, Nelson, Linse, Sinisterra. Kuksu. Ze hebben Kuksu trouwens ook vergeten te zeggen. Maar Kuksu is ook een groot talent. Ja, ze hebben een paar. En natuurlijk Nelson geleend van Arsenal. Linse is ja, een van mijn favoriete spelers in de eredivisie. En Til doet het goed. Ze hebben een leuk elftal. Ik snap wel waarom ze de eerste plek hebben. Maar het kan niet voor altijd zo blijven, man. Nee, man. Dit zijn de 11 voor Ajax. Zelfde 11. Gorter is gewoon vaste kracht nu. Die wedstrijd tegen Peck. Tadic en Danilo. Beide grote kansen gemist. We hebben... Kijk, Danilo, eerlijk gezegd, dat is het hem gewoon niet. Hij mist gewoon te veel cruciale kansen. Dat is een fout. Oh! Oeh! Toch kwam hij erbij. Maar die paas was niet goed natuurlijk van Tagliafico. Oh! Dat scheelt niks. Ja. Dit is wat Haller zo slecht doet. Hij kan de bal niet bij zich houden. Ja, ja, rechtop. Oh, Gorter. Ja, we hebben geluk daar. Het had 100% een doelpunt moeten zijn. We leven nog. Oh, rustig aan. Rustig opbouwen. Klaassen. Haller. Haller, doe! Oh, wat een aanval. Oh, wat een aanval. Waar is de camera? Er is geen camera in. Oh, daar. Helemaal daar. Helemaal daar. Ga maar. Ja, man. We staan vol met 1-0. Deze is wel een beetje onverwachts. Maar we staan vol met 1-0. En Klaassen deed dat heel goed. Ik wou eigenlijk met Klaassen schieten. Maar ik zag dat Haller de ruimte weer inging. Kijk, Klaassen zoekt de ruimte op. Haller zoekt weer de ruimte op. Dat zijn de acties die je wil zien. Blijven bewegen. Niet stilstaan. We staan voor met 1-0 tegen Feyenoord. De wedstrijd is begonnen. De wedstrijd is begonnen. Maar nu gaan we Feyenoord zien. Geloof me. Jullie weten het. Ik zeg het altijd gewoon. Ik zeg het gewoon echt altijd. Ik zeg het gewoon echt letterlijk 9 van de 10 keer. Ik heb er geen woorden voor. De gelijkmaker. Gewoon een 10 seconden erna. 10 seconden erna. Oh. Daar gaan we de fout in. Til. Het mag hem niet zijn. Het gaat hem ook niet worden ook. Maar ik zeg je gewoon eerlijk. Die paas, dat slaat nergens op. Ik zei nog, nu is de wedstrijd begonnen. Nu is de wedstrijd begonnen. Ik had je het gezegd. Ik had je het gezegd. Ik had je het gezegd. De wedstrijd is nu begonnen. Na ons doelpunt meteen Feyenoord aan de slag. Meteen. Gewoon meteen. Linse. Wat? Hebben ze dat ook nog? Meteen het doelpuntje. Nou. Ja. Dat is Antony. Dat is Antony. Antony. Oh, ik ben klaar. Ik ben klaar. Ik kan niet anders doen dan lachen, sorry. Ik kan niet anders doen dan lachen. En dan doet hij het wel. Ja, maakt niet uit! Goal! Ja. Ja. Goal! Aanname was super raar. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Deze maakt hij wel af. En Danilo en Tadic hadden ook zo eentje tegen Peck. En die konden Niet afmaken, want deze is nog moeilijker. Tegenover een betere keeper. Maar we staan voor. We staan voor. Wauw, gewoon 5 seconden na zijn gruwelijke misser. Oh, Mazraoui. Hé, hey, wacht even. Nee. Wat een redding van Gorter. Ik ga door, ik ga door. Dit is zo vervelend. Dit krijg je gewoon niet van de bal. Nee. Wat deed Antony? Wat deed Antony? Hier, wat deed Antony? Kijk, kijk naar wie ik wil passen. Kijk, hier. Kijk wat hij doet. Ah, oké. Gelijk speel tegen Feyenoord is niet eens zo slecht. Alleen, kom op man, echt. Kan ze gewoon niet stoppen gewoon. Je moet gewoon kijken. Kan Feyenoord ook een keer een foutje maken? Daar komen we goed weg. Ik bedoel, Antony maakt een cruciale fout. Maar ik zie hun geen fout maken. Klaassen gaat. David Klaassen. Geblokt. Geblokt. We verdienen gewoon meer, man. Laatste kans was ook een grote kans, maar geblokt. Een gelijk spelletje in Rotterdam is eigenlijk niet eens zo slecht. Alleen, wij waren gewoon beter. En ik weet... Antony met een gruwelijke fout. Dit is de stand in de Eredivisie. Feyenoord nog steeds op 1. PSV op 2. En wij staan op 3. NEC nog steeds op 4. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze doen het. De topscorer is nog steeds stil met 15. Sahavi op 2 met 10. En Ramselaar ook met 10 doelpunten. Haller op plek 4 met 9. Netjes. Broskies, dit is ook meteen aan het einde van deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij de 105 bereiken. Als je nieuw bent, maar je bent nog niet geabonneerd. En wil je deze serie blijven volgen. Ik begon bijna te stotteren. Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet mijn belletje aan te zetten. Want dan krijg je meteen de mail en dan denk ik dat ik het goed heb. Ja. We hebben gewoon...